wanneer er dingen gebeuren binnen onze samenleving, dan vragen de mensen ons van, maar Stichting, waarom komen jullie niet uit? Waarom zeggen jullie nooit iets? We hebben gezegd van, misschien is de tijd nog niet daar toe rijp. En wij verzamelden de gegevens, de noden van onze gemeenschap. En het was, wanneer was het weer? Recent nog gebeurd dat onze vicepresident, die naar het naar Asidohopo is geweest, naar onze Gramang-residentie, zonder dat er afstemming heeft plaatsgevonden. En wij als stichting hebben het nooit tevoren gezien. Ik niet, de anderen ook niet. Geen van onze ouderen hebben het zo gezien. Er is altijd momenten waarop je rekening moet houden dat je dan op de een of andere manier respect moet hebben voor een andere. En we hebben gezien van dat de vicepresident het instituut van onze Samaka gedesavoueerd heeft. En dat heeft aanleiding gevonden van dat de stichting via de melding die we hebben gehad van de gemeenschap een brief gestuurd hebben naar de vicepresident om protest aan te tekenen. Protest in die zin dat wij het afkeuren. Omdat het instituut van de Gama der Saramakaners niet een instituut is van Albert Aboikoni, die toevallig Gama is. Het is het instituut van de Samaka in zijn totaliteit. Wie er ook daar zou op die stoel gaan zitten, je moet respect met respect de residentie benaderen. En dat hebben wij gemist bij onze vicepresident. En vandaar dat wij de brief hebben geschreven om ons afkeuring, en ook via de gemeenschap dat door te geven. Omdat wanneer de gemeenschap van Samaka jou zoveel keren erop geattendeerd heeft van dat, kijk wat er gebeurt met ons en je doet niets. En dit is eigenlijk de druppel die de emmer heeft doen overlopen. Vandaar dat de stichting de brief heeft geschreven naar de president.